Nee, ik vind het te idioot. Kijk, van 6 of 7 euro naar 18,50 per container, dat is natuurlijk krankzinnig. Ja, dit is niet normaal. Maar net zoals je zegt, want ze denken nu aan de oude mensen. Want er komt er steeds meer vrouw langs de weg te liggen, denk ik ook. Want in de Soetse Veld en zo, dat stegen was er helemaal vuil gedumpt. De AVRI gaat de prijs van het aanbieden van restafval flink verhogen. Waar nu nog de prijs rond de 7 euro per aangeboden container ligt, wordt dat zo'n 18 euro. Als de inwoners van Rivierenland dit soort kliko's blijven produceren tot de nok toegevuld, dan betalen ze 160% extra. Maar als ze goed scheiden en het restafval misschien tot hier in de kliko laten komen, betalen ze ongeveer het tarief van vandaag. Ja, er zal beter gescheiden moeten worden, anders gaan men dat echt voelen in de portemonnee, dat klopt. Door het afval beter te scheiden kan het ook beter gerecycled worden. Men past voortaan nog meer de regel, de vervuiler betaalt toe. AVRI heeft een storm aan negatieve reacties ontvangen op de voorgenomen maatregelen. Klopt, gedragsverandering is ook moeilijk. Maar we hebben gezien dat met het huidige systeem, wat we nu ook een aantal jaren hebben gekend, dat daar ook het aantal restafval kilo's omlaag is gegaan. Dus men heeft ook in de regio laten zien dat het kan. Om het systeem te laten slagen worden er in de regio overal ondergrondse containers waar inwoners het gescheiden huisvuil kunnen gaan aanbieden, geplaatst. Het scheiden gaat dan makkelijker en restafval hoeft dan minder te worden opgehaald.